Hallo? Mag ik even? Ik ga jullie iets laten zien. Bla bla bla. Hallo mensen! Oh shit! Nee! Dag kleine hackertjes van me. Heel veel plezier zometeen met het kijken van Watch Dogs. Ik heb zoals je gemerkt hebt een intro zoals deze. En ook een outro waarin je kan klikken op zowel de playlist van Watch Dogs. Aan het eind van de video dus. Op de vorige video. En ook op een geheime video. Gewoon een video waarvan ik zeker weet dat jullie die hartstikke tof gaan vinden. Dus let ook even op het eind. Maar doe ook even een like op deze video. Abonneer op DusDavid Games. En check eventueel nog andere Watch Dogs afleveringen. Want ja, je valt een beetje midden in het verhaal hier. Dat is een beetje raar. Tenzij je het vanaf het begin gezien hebt, dan is deze video een beetje raar. Heel veel plezier met kijken met Watch Dogs, jongens. En vergeet die like even niet. Nou jongens, daar gaan we dan weer beginnen. En we gaan uiteraard gewoon naar... Continue. Klik. Ja, oké, continue. Watch Dogs. We zijn inmiddels bij, voor mij, deel 10. Het is gewoon een feest. Doe gewoon een like omdat het deel 10 is. Omdat ik al fucking ver ben. Disabling cops by shooting their knees hurts your reputation less... Then killing them. Ja, maar mijn reputatie moet juist kut zijn. Je snapt er niks van. Stom spel. Goed, we gaan er even helemaal in zitten. Goed de headset op. Ik ben er klaar voor. En ik ben hier weer. Waarom ben ik hier? Waarom? Wat raar. Hi. Oké. Dames en heren, we hebben een beller. Wie is dat? Oké. What, face to face? Oh, dit heb ik al gehad. Hij wilde dit nog een keer doen. Looking for a guy in a mask. Ja, man. No mask. Just follow my signal. I thought you never wanted to meet. I don't. But we need to meet. We need to meet. We have to need for meet. Oké, we moeten dus meeten. Dat wil hij graag doen bij de campagne. Open your world. Escape. We gaan dit doen. Pakken de auto. Wat waren dat voor rare... Heb ik hem soms weer op hoge kwaliteit staan ofzo? Wat is dit? Oh, vandaar. Ik merkte het gewoon. Ik denk van, weet je, hij kan het wel aan zoals je ziet. Maar ik vind het fijner spelen. Ik maak geen grappen. Zo. Oké. The need to meet. Wij gaan rijden. Huh? Waarom doet hij niks? Oh, sorry. Dit was rijden. Oké, even omdraaien. En wat heb ik een klote auto eigenlijk? Even tussendoor. Dank u. Dames en heren, daar gaan we. Langs de blokker. Zo bij de Vibra naar binnen. De blokker. Snap je hem? De blokker. En we gaan dus Jigsaw ontmoeten. Eindelijk, maar toch. Ik heb dat de hele tijd uit zitten stellen. Dat ik er gewoon geen zin in had. Ik vond die man lelijk. Oh! En niemand vindt het ook raar dat ik gewoon broad daylight iemand overrij. En een Latapa-agort rij met 180 km per uur. Maar zodra jij een ruitje intikt van een auto, dan kun je al gesnapt worden. Heel fijn. Die TomTom ook, jongen! Ik dacht ik moet er gewoon af, maar nee. Sorry, brandweer. Hallo. Oké, we gaan een stukje rijden. Dit is niet de auto die ik dacht dat het was. Ik dacht serieus dat het een hele chill auto zou zijn. Maar boy was I wrong. Oké. Yep, yep, yep. Trouwens, even uit de roleplay. Ik vind het echt fucking vet dat jullie de serie nog goed bekijken. Ik vind het leuk dat er nou in één keer weer meer likes waren dan eerst. En ik gewoon even een prop in je kont. Gewoon voor de mensen die... Zoiets hebben van, ja, als ik mensen die hard wil zien spelen en in 6 uurtjes die hele game uit wil zien spelen, dan kijk wel naar een ander. Ik vind het gewoon leuk hoe jij het speelt, David. Nou, ik vind het leuk hoe jij het kijkt, kijker. Dus, oh. Hoppakee. Even een korte shout-out naar een kijker van mijn video's. 80 Twistem. Ik weet niet waarom ik het doe. Maar dat is iemand die letterlijk elke video van mij kijkt en elke video tweet. Jij bent een fucking baas, jongen. Wat is een Twitter is dat, 80 Twistem. Of Twistem 80. Nee, 80 Twistem. Ja. Nou, een rare naam. Dat maakt niet uit. Je bent wel awesome. Oh. Wat is dat? Oh, contracts. Wil ik niet. Ik wil nergens aan vastzitten. Geen contract. Ik ontken alles. Yep. Man, wat een tyfus aan het rijden, he.
Maar over 400 meter zijn we er. I want to meet. It's time to have the meet for speed. I have the speed to need. En... prachtig geparkeerd. Civilian injured. Hey! Ja, wat? Oké. Open your world. Start mission. Hell yeah! Het zijn eigenlijk de missies die ik zou moeten doen. That's how DedSec works. Ja. Now he wants to meet. DedSec. Het klinkt als lulsec. En het klinkt als. Alright, I'm gonna try and shake him off his game. And see what he's up to. Meet with Bad Boy. Bad Boy, Bad Boy. Waar ga jij nou heen? Waar ga jij nou heen met je dikke teen? Oh, is dat hem? Nee. Bad Boy. What? Bad Boy, 17. What the fuck, man? Hij spreekt gewoon een random iemand aan. Bad Boy, 17. Clara. Het is een check! Het is een check! Het is een check! Ik dacht al, wie was dat uit dat plaatje? Maar nou weet ik het. Oké dan! We hebben een inkijk. Do I look like a bad boy? No, you look like a wild card. Yep. I hope I don't frighten you. What, do you have a reason to frighten me? Now you're being paranoid. Am I? Someone is fucking with my life. Threatening my family, and at the same moment, the mysterious bad boy wants to meet me, and he is a she. He is a lie. Listen, I need to trust you, Clara. Clara. Misschien heet ze wel niet Clara. Trust me if I were you. But here's a reason to listen. The text message you sent me, I know where to find him. Yeah, well, we don't need to meet face to face for that. No. Inderdaad. We needed a face-to-face for this. You wanted that sex, Max? You got me in. You should be nicer to me. I'm about to open your world. Yeah. They do all their nasty work through this. And they don't know I have access. You stole it. Ja, maar natuurlijk. This is powerful. Just don't be stupid. You screw around and you get people hurt. Is dat de stem van Scarlett Johansson? Well, I don't think you trust me. Nee. Not a single bit. Ah, joh, ik heb toch allemaal klusjes voor je gedaan, bitch. Met je tattoos en je piercings. We work together. You with everything I just said. Me tracking your signal. Oh! You're not quite what I expected. Moi. I would tap that. Kom op. Niet je moeilijk. You're exactly as I expected, Aiden. Pierce. She knows my name. Tof! Oké. Maar nu. Wat is dat voor ding? Skill point acquired. Yay! To all available skills. Eindelijk. Wow, dat doet ze goed. Oké, willen we hacking? Willen we combat? Willen we driving? Crafted driving, hè? Wat kunnen we hiermee? Dit is... car unlock, dat hebben we toch al? Oh, wacht. Ja, blowouts gebeurt niet. Off-road handling, I don't care. Nee, willen we niet. We willen combat. Dit is net GTA voor mij. Rates of fire. Amount of carried explosives. Juist! Reduced damage from bullets. Ja, man. Direct. Hebben we nog meer? Increase focus duration. Ja, willen we ook. Hartstikke mooi. Ja, doen. Ik zeg doen. Wat kosten deze meer? Oh, die kosten... Jezus, die zijn duur. Oké. Misschien een andere. Wat kunnen we nog meer doen? In hacking dan. Wat is dit? Wat is dit? Wat? Oh, deze. Oh, dat is wel heel erg chill. Zullen we die doen? Oké, we gaan die doen.
We hebben 0 punten over. Maakt niet uit. En we worden gebeld. Ja? Am I talking to Bad Boy or Clara? Let's make it easy. Voila. So we need to track your caller. But he's sneaky. He's bounced his address through a CTOS office tower. Client services, employees and executives. Things like that. An office tower. We need to find a way into the system. You get me in, I get you his location. I can get into the building where they're most vulnerable. Check out where they take deliveries. Sorry. Ja. It's like underground, in the tunnel. I'll start there. Hey, I'm sorry I was rough before. I know what you were doing, trying to intimidate me. Ooh, heeft het door. Stepping into my personal space, the stare, physical contact. Wacht even, ga ik goed? So did you find any? When you love to know. Oh, ze zijn aan het... Oh, god. Really? Oké. Ze zijn aan het flirten. Terwijl ik een fucking missie aan het doen ben. Wat is dit? Auw. Oh, ik ben bijna aangereden. Oké, dat is CTOS. Oh, wacht. Oh, nee. Zo word je aangereden, Aiden. Door een vrachtwagen. Oh, sorry. Staat mijn brommer in de weg? Even een stukje naar achteren. Oh, dat kunnen we ook wel even doen. Ik kan wel even zo doen. Dan kan er geen verkeer meer aankomen. Slim! Waar staat hij dan? Even kijken, hoor. Wat hebben we hier? We hebben een alarm. We hebben nog een camera. We hebben hier binnenkant. We hebben... Wat is dit? Een door. We hebben nog een camera. Even kijken wat hier allemaal zit. We hebben hier bad boys. Bad boys, bad boys. En nog een camera. Even kijken wat hier allemaal gebeurt, hoor. Heeft hij een wapen vast? Jazeker. Ja, dit is wel heel kut, zeg. Want dit zijn de één, zijn er heel erg veel. En twee, ja. Oké. Ik heb even verkennen, jongens. Hè. Je weet hoe ik ben. Dikke pushy. Oh, die auto. What the? What the? Fuck. What the? Als je telefoon is leeg, ik kan hem niet laten exploderen. Wat is dit? Goddammit. Hey. Oh, wat als ik die deur dicht doe op het moment dat die... Ja. I got nothing. Die gasten denken, what the fuck? Oké, daar moeten we uiteindelijk heen. Piep, 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 piep. Go, 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 go. Bam, 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 bam. Kijk, dat cleant lekker up, hè. Oh, deze moet er even naar beneden. Kom op, forklift. Dus kan ik mijn camera niet zien. Oké, nou gaan we eruit. And all this time. All this time. Wat als ik daar met een auto binnen kon rijden? Hoe fucking vet zou dat zijn? Nee! Ik zei hide, niet in die fucking auto, drol. Gaat hij zo een auto jatten? Het is gek. Oké. Dit heeft niet het gewenste succes gehad. En daar wil ik... Ik moet eigenlijk mensen kunnen distracten of zo. Maar iedereen is er alweer uit, volgens mij. Oké. Zo. En wat kunnen we hier? Wat is dit? Unlock? Ja. Hé, joh. Ja, wat zou dat nou toch zijn? Wat zou het toch zijn? Trouwens, die gozer komt wel heel dichtbij. Ik ga even hier staan, denk ik.
En vervolgens wil ik eigenlijk even kijken naar... Ik had toch een extra wapen. Waar is... Nee. Ik heb een semi-automatisch. Zie. Ja, dude. Dit is toch geen route, man. Hé, hey, dat zou eens best wel chill van je. Break. Zet je me uit te lachen, vrachtwagen? Oh. Ja, man. Ik ben ook helemaal in paniek, jongens, hoor. Ik weet niet wat er allemaal aan de hand is. Ik snap er helemaal niks van. Ik snap niet hoe dit kan. Wedge. En niemand heeft het gezien. Ah, drama. Waaah! Actie! Oh! Hallo? Mag ik even? Ik ga jullie iets laten zien. Bla bla bla. Hallo mensen! Oh shit! Nee! Ik stapte aan de verkeerde kant uit. Waarom kun je niet aan de andere kant uitstappen? Dat zou toch veel chiller zijn? Zo, dat deed even een knal. Oké. Okay. Oh, dat kan ook nog. Dat is wel vet. Wat nou? Fuckface? Pardon? Pardon? Wie zei dat? Wie zei dat? Zei jij dat? Ja. Omdat je het zei. Ik ben geen fuckface, begrepen? Wat hebben we nog meer hier rondlopen? Ho? Oh. Hey! Ik schrok me kapot, man! Wil je dat nooit meer doen? Kan ik die oppakken? Ja. Oeh, heb ik nou een ander wapen? Heel vet. Finish. Oh, nee. Oké, deze game. Ik wou aan dit muurtje wou ik gaan hiden zo. Hartstikke dood! Zijn er nog meer? No fucking way dat iedereen weg is. Of wel? Joh, was dit het? Dit was fucking easy. Ik had alleen die auto niet zo raar moeten parkeren, maar... Oh. Oké. Okay. En die gaat daar zo langs. En die komt daaruit. Switch console. Wat? Oké, ik ga wel kijken. Laat maar zitten. Stomme. Oh, voordat we dat doen. Iets heel belangrijks, dames en heren. Vergeet niet de deur dicht te doen. Hè? Toch handig. Oké, wij moeten naar de reach. En als we dat gedaan hebben... Dat... Wat? Full? Oké. Neem ik aan dat we... Maar wat is dit voor een ding? Waar is dat voor dan? Nou ja, whatever. YOLO. Hallo? Ik wil hier niks meer te maken te hebben. Oh, computers! I'm in the building. Ja. See what's ahead. The layout shows a wide open indoor plaza. More guards, no doubt. Oh, those hacks I uploaded to your phone? It's a perfect distraction. The hacks? You can disrupt the equipment of any guard in there. Yeah, like what? Anything. Hack their phones, earpieces, explosives. Everything runs off computer chips these days. Okay, I'll try it. Slam. You scan me the offices. Find me someone with an unsecured laptop. Got one. Bradley Coughlin. Oh no. He's a security director. Of course he is. Once I hack in, you move fast. Track a caller and get out. It won't take long for security to spot the intrusion. Hey, don't worry about me.
Nee, doe ik niet. Komt helemaal goed. Oké. Okay. Locate the guard with the access code. Doen we. Hi. Access code guard. Achter de soda popping. Ik zoek een camera. Hebben we hier geen camera's? Oh. Oké, wat gaat hij doen? Even luisteren. Oh, hij heeft een baan. Hey! Staat boven ook zo'n motherfucker, hè? Nee, man. What the fuck? Oh my god. Oké. Okay. Ik heb toch zijn access code al, of niet? Hé, hey, kom eens hierheen. Ja, zo. Perfect. Goed gedaan. En jij, lieve schat. Wat heb jij allemaal? Mag ik dat even van dichtbij bekijken? Ik geloof er niks van. Hallo? God damn it, dit wordt vechten. Valt mee. Oh! Ik had ook gewoon op Q kunnen drukken, bedenk ik in één keer. Wie? Wat? Oh god. De reinforcements. Next stop. IKEA. Alle meubels gaan eraan. Hey! You missed me! Oké, we gaan gewoon verder. Waar komen die reinforcements vandaan zometeen dan? Hey! Oké, dat is dus mijn blind spot. Je moet hier over het muurtje heen schieten. God damn it. Oh! Ik zie hem niet. Oh, daar! Oh, herladen. Nee! Oké, gaat goed, jongens. Volgens mij is het gecleared. Ik hoor nog wel mensen. Waarom? Ik moet even weer een camera hebben, man. Oh, ik bedoelde die. Verkeerde camera! Oh, die fucking liftmuziek. Ik word er helemaal YOLO van. Ja, nee, hier zit niks meer. Dat is zeker. Mooi, man. Iedereen is dood. Iedereen is dood. En... ik kan vrijelijk rondlopen. Trouwens, ik heb nog helemaal niet naar boven gekeken, joh. Ja, daar zit niks. Oké. Okay. Kunnen we de lift pakken? Nee.
Oh, dit ziet er vriendelijk uit. God damn it, dit is zo gevaarlijk. Oké, gelukkig staat hij hier. Kan ik hier niet hiden ofzo? Oh, doet hij al. Laten we eens even een kijkje gaan nemen wat er allemaal zit. Wow, mooie camera, man. Dat is de uitgang naar buiten. Wat? Hij scant gewoon random mensen? Huh? Zit daar al een... Nee, er zit helemaal geen bewaker. Oh, dat zijn ook bewakers daar. Oh, oké. Oké. En... Maar ik moet dus daarheen. Ik neem aan hier binnen. Duidelijk. Mooi. Nou, voor mij is hier niks aan de hand, dames en heren. Behalve dat daar allemaal mensen staan. De vraag is... Willen we dat met wapen doen? Nee, dat doen we niet. Had ik niet gewoon daar naar binnen gekund? Was dat niet veel fucking fijner geweest als ik gewoon hier... Naar binnen was gelopen? Wat? Waarom heb ik 20 mensen vermoord? Makes no freaking sense. Of daar. Of daar. Wat? Ik zweer het je, deze gasten. Oké. Het ziet eruit dat de lobby... Oh. Oké, okay, fucking interessant, vriend. Oh, jongens, we moeten weer hacken. Nee. Oké. Okay. Deze doe je... Hoe deden we het ook alweer? We deden hem met draaien. Maar hoe? Met welke knop? Ik weet niet meer wat ik deed. Wat deed ik? Ik deed zoom, nee. Je moest met Q doen, hè? Dat was het. Oké, die moet eerst unlocked worden. Dus dan doe je zo. En zo. Dan is die unlocked, ja. En nou die. Dan doe je zo. Oh joh, meen je? Oké, ja, nee, precies. Want dan kun je deze zo zetten. En dan kun je die zo zetten. En dan is die unlocked, toch? Nee, bijna. Dan moet je nog even... Zo, ja. Oh shit, nog zo'n stom ding. Waarom is het zo ingewikkeld? Ja... Huh? Oké, dit is een afleiding, jongens. Deze moeten we helemaal niet hebben. Zo moet die. Wat voor domme. Oké. Hack the laptop to unlock. Upload a virus. I'm telling you, it's not just an ad. It blocks my entire view. Just one enormous fucking eyeball. You try working with that thing staring over your shoulder. Wat? Yeah, well, it's making me paranoid. Give me a number. I want to make a formal... Oh shit. Someone's hacked in. Hoe weet hij dat? Lock down the building. Find him now. Ja man, zoek mij. Okay, I got you in. Can you track the caller? Searching now. Carlis, the police are coming. They've got high-tech scans that are hard to shake. You need to get out of there. Ja, waar dan? Oh god. Oh! Ah! Oké, waar moet ik heen dan? Kut!
Oké, dat kunnen we beter. Maar ze komen dus direct. Ik heb helemaal geen tijd om iets te doen. Kijk, wat. Ik kan hier niet in, neem ik aan. Oké, I got you in. Can you track the caller? Searching now. Carlis. The police are coming. They've got high-tech scans that are hard to shake. You need to get out of there. Ben al weg. They're scanning me. I can't get clear fast enough. Does DedSec know a way to jam their scans? Wait. I think we do. Here it is. I'm sending it to you. Wat is dat? Jam coin? Coms? Crafts any weapon wheel and press C to... G. Oké. Vet. What the fuck? Is dit ding gewoon... Wat, waarom doet hij zo traag? Dan moet ik iets craften. Nee. Wat doet dat stok? Waarom moet ik police scans jammen? Ik kom er toch wel uit. Wat is... Oké. Nou, dat doen we de volgende keer even. Heel veel bedankt. Ja, stop. Heel veel bedankt dat jullie keken naar deze aflevering van Watch Dogs. Ik vond het wel heel erg leuk. Doe even een like als je het leuk vond. En abonneer op Dus David Games. Maar dat zie je ook allemaal in de prachtige outro. Waar je al de vorige aflevering kan zien. En een mysterieuze video. Bedankt voor het kijken, jongens. Later.